Goedenavond, welkom bij Zo'n Vader. We beginnen vanavond aan een nieuwe reeks. Ons panel moet vanavond op zoek naar de echte dochter van een van Nederlands topkoks. En allereerst zijn hier de vier dochters. De dochters zijn binnen en wat voor entree hadden ze? En u als trouwe kijker heeft natuurlijk meteen gezien dat we een beetje in een nieuw jasje zitten. We hebben een nieuwe leader, een nieuw liedje. We hebben een prachtig nieuw decor. En we hebben één nieuw panelid, onze vertrouwde Ellemijn Veldhuis van Zanten. Zeer gewaardeerd. Die had andere bezonjes aan haar hoofd. En die hebben we vervangen. Ik stel ze graag aan u voor ons panel. Van links naar rechts. Nelly Vrijda. Ah. En Jochem van Gelder. Ja. En de nieuwe Angela Schuijs. Fijn dat jullie er zijn. Het is alweer een jaar geleden, Nelly, dat we hier zaten voor die vorige serie. Nu zitten we er weer. Toen was je bezig met een toneelstuk Kortsluiting met Alaar van der Scheer. Dat heb je... Een jaar geleden. Of nog niet? Hoe kom je daar nou bij? Waar was je mee bezig? Ik ben 12 Nelly? April gestopt met Kortsluiting. Ja. Maar was overigens een prachtige voorstelling. Ja. En heel mooi. Ik heb hem gezien. Het is klaar nu, hè? Wat nu? Ik ben nu bezig met Omhoog die stok. Omhoog die stok. Eindelijk. Het is Omhoog die stok. Het zijn de verwikkelingen van een drumband. En ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Hey, loop je daarbij als Marjorette zo strak? Ik moet op een gegeven moment wel zo'n pakje aan, ja. En dan met die stokken? En dan moet ik twirlen, maar ik geloof dat ik daar een beetje van af ga zien, want dat kan ik echt niet. Nee, dat is erg heel dom ziet dat eruit wat ik doe. Ja. Kan het wel, maar het gaat heel langzaam. Twirlen. Ja, je steekt meteen weer wat op. Spreek het wel goed uit. Want je moet ook wat opsteken, want je bent gestopt met Willem Wever, hè? Ja, mijn handen vrij gewoon om dit goed te doen. Ja, ik vond dat het heel moeilijk te combineren was. Vorig seizoen was je uiteindelijk de slechtste, hè? Ja, dat is ook eigenlijk de reden geweest om te zeggen, ik moet iets afstoten. Ja, ja. En dat is Willem Wever geworden, tot mijn grote spijt. Ja. Want mensen vergissen zich, die denken van, nou, ga zitten en dan ga je gewoon naar die mensen kijken en je... Leuk verhaaltje en je doet wat. Maar zo is het dus niet. Zo is het niet. Hartstikke goed, Jochem. Fijn dat je er weer bent. En onze nieuwe ster Angela Schijf. Voor de kijkers wellicht bekend als Kim Verduin uit Goeie Tijden Slechte Tijden. Maar daar ben je al lang mee gestopt. Want ja, dat is al een ligt een nieuwe carrière voor je open. Ja, ik ben heel lekker druk bezig met allemaal hele leuke projecten. Een film aan het maken met Ruud van Hemert. Een nieuwe Nederlandse bioscoopfilm. En in de zomer ga ik beginnen met het repeteren voor een musical, 42nd Street. Zo. Dus. En dat 42nd Street, dat klinkt heel swingend en muzikaal. Ja, is het absoluut. Heel veel teppen. Het is echt een klassieke Broadway musical. En zingen en dansen en spelen. Dit spel begint altijd met een soort mooie woorden van een vader of een moeder voor zijn kind. Ja. Dus luister maar even mee. Hier zijn de woorden van de topkok van vanavond. Mijn dochter staat altijd klaar om te helpen. En in het werk is het een perfectioniste. Als kind was ze al een beetje bazig en ze had een eigen willetje. Uit negatieve situaties weet Pascal altijd iets goeds te maken. Ze is zeer spontaan en kiest voor de zonzijde. Als het haar een keer te machtig wordt, dan snakt ze naar een sigaretje. Samen drinken we graag op z'n tijd een glaasje vrolijkheid. En wij gaan vanavond een kijkje in de keuken nemen van topkok Cas Spijkers. Welkom Cas. Zo. Leuk dat je er bent op deze tweede paasdag vrij kunnen maken, niet koken. Ja, heerlijk. Lekker gewoon een vrije dag. Ja, fantastisch is dat. Al die jaren met Pasen gewerkt en nu een paar maanden los van het restaurant. En dan lekker vrij met die dagen. Ongekend. Hé, jij bent SVH-meesterkok. Je hebt allerlei prijzen gehad. Zilveren kokmuts, Michelinsterren. Maar toch, zoals je net al zei, heb je een paar maanden geleden afscheid genomen van je restaurant. Ja. En wat doe je nu? Maar niet van het vak, hè? Want ik heb zoveel leuke dingen die allemaal met culinair te maken hebben. Lesgeven, productontwikkeling voor de industrie, voor de fastfood, om die smaken wat lekker te krijgen. Een eigen productenlijn ben ik mee bezig. En ik kook over de hele wereld, partijen. Dus ik ben eigenlijk nou een heel druk bezet man, maar met wel veel plezier.
Ja, je hebt een prachtbaan. Hoe is het gesteld met onze culinaire ideeën in Nederland? Gaan we een beetje de goede kant op? We stonden een beetje bekend als aardappeleters en boerenkool. Nou, ik vind dat het heel goed gaat. Ik vind wel dat het uit eten gaan wordt veel meer geaccepteerd. Het is wat makkelijker. En wat me ook opvalt, is dat er thuis beter gekookt wordt. Vaak heel snel door de week, maar men nodigt voor eens vrienden uit en gaat echt zijn best doen. Ja, en dat vind ik geweldig. Ja, dat klopt. Wij doen ons best. Wil jij even je best doen door de langste vier dochters te lopen? Dan gaan wij plaatjes schieten. Ja, bon. Zou je dat willen doen? Ja, natuurlijk. Dan gaan wij vier culinaire kiekies maken van Cas Spijkers. Met in dit geval dochter A. Cas met dochter B. Ja, ik vind het wel prettig, geloof ik, die vier vanavond. Cas met dochter C. En dit is Cas met dochter D. Ja. Nelly. Omdat, wat moest ik ook weer zeggen? Je hebt dan vier dochters en één vader. Nee, ja, omdat de dochters... Gaat het om wie is het? Nee, ik weet het alweer. Oh. Ik denk dochter A, omdat die dochters die riepen ha, pa. En dochter A was er een beetje laat mee. Met ha, pa, oké. Okay. Ja. Goed zo. Dochter A. Jochem, jij weet ook nog de bedoeling, en dan moet je een gokje waar. Ja, ik ken het. Ik zie dat er twee dochters bij zitten met een identieke neus. Dat zijn dochters B en D. En die hebben een andere neus dan Cas, dus die vallen af. Ah. Dat scheelt meteen een heel stuk. Misschien heeft zijn vrouw ook wel een andere neus. Zijn vrouw heeft waarschijnlijk een andere neus, ja. Maar ja, je moet je ergens op richten. Dus denk ik aan dat perfectionistische, dat bazige, dat spontane. En dan ga ik in eerste instantie even naar C. C. Ja. Oké. Okay. Angela. Ja, A en C zit ik tussen te twijfelen. Ja. Ik denk A. A. Ja. Die past het beste bij zijn gezicht. Ja, we hebben puur over het uiterlijk. Oké, het uiterlijk. Goed zo. Dochters, willen jullie even de hoofdtelefoons opzetten voor een muziekje straks? Ga ik de eerste vraag stellen aan vader Paps Cas. Je wordt uitgenodigd om voor een hele dure partij, hele dure mensen, een schitterend diner te maken. Moet echt top zijn en ze hebben niet voor niks jou gevraagd. En jij krijgt het verzoek om 27 gangen te maken met alles erop en eraan. Jouw vaste souschef is niet aanwezig op die avond. Die kan niet en jij huurt iemand in die je niet kent, maar die zeer goed staat aangeschreven. Nou, alles loopt lekker. Totdat bij het uitgaan van het hoofdgerecht, altijd een heel spannend moment in de keuken, komt het goed, hè? De hoofdpla. Ja. Verprutst hij een van jouw schitterende sauzen. Dat verprutst hij echt vreselijk. En jij gaat echt ongelooflijk tekeer tegen hem. De man is dat niet gewend, gooit zijn schort neer en hij zegt, tabé, tot ziens. De vraag is hoe jij dan reageert. Of je dan ogenblikkelijk je excuses aanbiedt of denk je, ja, nou, als hij daar niet tegen kan, zo gaat het in het vak, ik doe het wel alleen. Hoe zit jij in elkaar? Ik zou wel zeggen, nou, dan ga maar. Dan ga maar? Ja, ja, kijk, ons vak is iedere dag best wel spannend. En de dag daarna, of na het diner, dan wordt alles weer gladgetrokken en vergeten. Ja. Want je begint iedere dag opnieuw. Zo ben ik wel. Maar op dat moment, dan, als je tegengas geeft, dan vertrek maar. Oké. Okay. Ja. Dochter A. Hij wordt nooit zo snel heel erg kwaad. Maar hij zal achteraf hem denk ik wel apart nemen. En dan uitleggen wat er aan de hand was. Zijn visie geven en dan misschien zijn verontschuldigingen geven. Ligt een beetje aan. Oké, okay, dankjewel. Dochter B. Nou, zijn pap is nooit lang kwaad. Dus als hij kwaad is, hij kwaad, maar nooit lang. Kort kwaad. Ja, dus hij zou waarschijnlijk vragen of dat hij doet zijn flauw, kom op, maken gauw een nieuwe saus. Als iemand wegrent, dan zal hij niet achteraan gaan. Dan zal hij het zelf oplossen. Oké, okay, dan laat hij hem gewoon gaan. Ja. Dankjewel. Dochter C, wat doet je vader op dat moment? Ja, laten gaan. Gewoon laten gaan? Ja, hij heeft die saus verprutst, dus... Ja. Hij heeft ook alle aanleiding om uitgekafferd te worden door je vader. Dat vind ik wel, op dat moment wel. Ja, en ik denk dat mijn vader dat heel zwak vindt dat hij juist gaat. Ja, dat hij had moeten blijven. Ja. Ja. Dus die komt dat was naar de rand wel goed te komen, maar nou niet, omdat hij zelf gaat. Oké. Okay. Dochter D, wat doet je vader? Nou, ik denk niet dat hij zijn verontschuldiging op dat moment aanbiedt. Hij gaat zelf aan de slag. En achteraf zal hij het wel goed maken met de sushi-chef. Maar op dat moment niet?
Nee, op dat moment niet. Dan heeft hij andere dingen aan zijn hoofd en denkt hij, nou moet ik mijn gasten voorzien van alles. En dan gaat hij gewoon zelf aan de slag. Nou, jongens, mooie antwoorden. Zeg, die dochters zijn echt goed op de hoogte. Angela? Door dit antwoord denk ik toch dat het dochter C is. Oké. Jochem? Het antwoord van dochter B vond ik het beste. Maar ook de manier waarop ze spreekt. Zal maar zeggen, dat doet Kas ook als een lekker sausje. Gezellig, lekker een beetje een sausje brengen. Allemaal goed allemaal. Ja. En dat heeft zij ook een beetje bij. En D had het over, ik moet eerlijk zeggen, ik had ook nooit van een sous-chef gehoord. Ik heb het even net gevraagd. Maar die had het over een sushi-chef. Ik denk, als je dan zelf in het vak zit, dan weet je dat een sous-chef dat het een soort onderaannemer is. Maar een sushi-chef dat het weer iets anders is. Ik richt me nu even op B. Oké. Okay. Oh, yeah? B, vanwege het hele goede antwoord. Nelly. Ja, ik kan niet anders dan naar C, want dat was absoluut het beste antwoord. Ja. Ik heb een volgende vraag. Kas, jij gaat lekker met je dochter een nieuw restaurant uitproberen bij jullie in de buurt. Net geopend. Nou, je neemt het ervan. Lekker wat een wijnarrangementje erbij. Vloeit behoorlijk wat wijn. En heel verstandig, na afloop laten jullie naar huis rijden door een taxi. Dat is gewoon veiliger. Ja. Voor het restaurant heb je een taxistandplaats. Het giet dat het regent. Het is vreselijk noodweer. Het waait. En er staan al 4 mensen voor je in de rij. En jullie komen aanlopen. En op dat moment komt er zo'n witte, blinkende spinkelnieuwe, hoe noem je dat? Taxi om de hoek rijden. En die zegt, die man stapt uit en die zegt, ah wel, Kas Spijkers. Kom jij jou kennen? Kom gezellig in de taxi zitten. Die andere mensen hebben zoiets van, zullen we nou krijgen? Zwaar geïrriteerd. Jij vindt het wel goed, dan gaan we even vanuit. En je roept tegen je dochter, Pascal, zullen we? Wat is daarop het antwoord van jouw dochter? Nou, pap, kom maar weer binnen. We pakken nog wel even een glaasje, laat die mensen maar voorgaan. Ja? Ja. Zou jij wel gaan zitten in die taxi? Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Ik zou gewoon zeggen, goh, we hebben de tijd. Het is nou toch na het werk. We genieten nog even. Kom, pakken we een taxi later. Dochter B. Dan zou ik zeggen, doe normaal. Ja? Ja, daar hou ik helemaal niet van. Nee, als mensen voor ons zijn, moeten we gewoon op onze beurt wachten. Zou je vader wel al gaan zitten of is dat ook een beetje een raar gegeven? Ik vind het een vrij raar gegeven, is niks voor hem. Nee, dat zou hij ook wel niet doen? Nee. Jullie gaan gewoon een lekker glaasje wijn nog drinken, hè? Juist. Heel goed. Dochter C. Ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje aso. Ja? Dat gedrag dan, ja. Maar omdat het zo hard regent, doen we het toch maar. Ja, dus je het gewoon lekker doen? Ja. Zou je vader het ook doen? Echt, het plans inderdaad. Jawel, ja, doet hij. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, dochter C. Dan gaat dochter C. Wauw, 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 wauw. Ja. Of nog niet. Dochter D. Ik denk niet dat ik 1, 2, 3 erbij in zal stappen. En ik zei ook niet van, pa, kom, we wachten wel op de volgende. Ja. We zijn niet zo van, je gaat meteen mee met een onbekende. Zou jouw vader wel in die taxi gaan zitten of niet? Nee, die gaat niet zonder mij verder. Oh, die gaat niet zonder je, die laat jou niet alleen? Nee. Oké. Okay. Dochter A. Ga je mee in die taxi? Nee, zou ik niet doen. Nee? Nee, vind ik wel gênant dan. Beetje gênant? Ja. Zou je vader dat überhaupt doen? Zou ook niet. Nee, nee, vind ik... nee. Zit hij niet, zo zit hij niet in elkaar, hè? Nee, nee. Hij is heel, heel relaxed en dat zou hij niet doen. Nee. Geen voorkeursbehandeling. Nou jongens, nu is er heel veel duidelijk geworden. Ja, vind ik wel, Nelly. Nou ja, C was even een uitstapje. Ik ga lekker terug naar A. Kijk, nu is het opeens een uitstapje. Ja, ja. Ja, god, je moet eens wat wisselen, ja. Maar... En Jochem, ga jij ja, en toch wil dat niet altijd alles zeggen, hoor. Nee, precies. Ik bedoel, ze zien natuurlijk allebei die spinkelnieuwe taxi. Het is nieuw Nederlands woord is dat trouwens. Wordt vanaf nu spinkelnieuwe taxi. Komt in de nieuwe vandaan. Ja. Dat is uitgebracht. Ja. Uitgebracht. Dus ik dacht, spinkelnieuw is ook mooi, hè? Ja, prachtig. Ja. Maar ik zit, ondanks het feit, heel vreemd, dat het antwoord van C helemaal fout was, ben ik toch geneigd om naar C te gaan. Maar ik blijf toch nog even bij B. Ik... Je blijft richt me op het centrum, B of C. Oké, okay, ja. Een beetje voor Jochem en Angela. Ja, ik ga niet naar hen luisteren. Doe dat vooral niet. Nee. Ik denk toch dat het B is. Om het antwoord. En ze zit er ook zo lekker zelfverzekerd bij. Zo, nou, alsof ze het al een beetje zo kent, televisie. En, ja, B, denk ik. Oké. Okay. Luister nou, jullie zijn nog niet helemaal met elkaar eens. Nee. We nog getwijfeld. We gaan eigen vraag stellen. Nelly, je hebt een jaar de tijd gehad om iets leuks te bedenken. Vertel.
Ja, zeker. U gaat met uw vrouw een paar weken op vakantie naar Menton in Zuid-Frankrijk. En een week voordat u vertrekt ontmoet u een oud collega en dan vertelt u aan dat u op vakantie gaat. En die is heel enthousiast en die roept, goh, wij zitten ook in die tijd, zitten we in die buurt. En het zou wel erg leuk zijn als we jullie konden zien. Laten we afspreken dat we het laatste weekend samen in jullie huisje doorbrengen. Nou, eigenlijk wilt u al niet een uurtje met die mensen optrekken. Dus hoe lost u dat op? Laat staan een heel weekend. Welke dochter zal ik uitzetten, Nelly? A. Nou, ik zou het wel leuk vinden om even te ontmoeten. In een restaurantje, een gezellig hapje eten samen, wat herinneringen ophalen. Maar dan was het fini. Nee, maar wat zegt u? Geeft u een vals adres op? Of zegt u dat u nog niet zeker bent? Nee, ik zeg gewoon waar het op staat. Ik zeg gewoon waar het op staat. Ik vind het hartstikke leuk, gezellig. We kunnen elkaar even ontmoeten op het terrasje of zo. Maar dan houdt het op. Maar niet komen en... En als hij daar toevallig ook is, bij wijze van spreken, maar niet uitnodigen en zeggen, nou kom maar gezellig in huis, want ja, daar is je vakantie te veel, te kostbaar voor. Ja. Gewoon, dus je bent heel direct en heel eerlijk? Hè? Ja, ik zou dat gewoon zeggen. Oké, we gaan naar dochter A. Dochter A, wat zegt je vader dan tegen die oude collega? Nou, als ze echt op vakantie zijn, doet hij het niet. Want dan is hij echt weg met mijn moeder. En dan zegt hij van, nou, sorry, we drinken. En als we in Nederland weer zijn, wel een glaasje vrolijkheid. Maar op de vakantie zou hij het niet doen. Nee, dat is hij heel duidelijk. Ja. Dat zegt hij ook heel eerlijk. Oké, okay, nou, dat is een goed antwoord, Nelly. Je bent blij, hè? En je straalt helemaal. Ja. Angela! Sorry. Jij moet een vraag stellen nu. Ja. En welke dochter wil je horen? Ik wil graag iets vragen aan... Of C moet straks ook voor mij antwoorden. Ja. Oké. Jullie zitten lekker te eten in een restaurant van een goede vriend van u. En jullie zitten aan het ene tafeltje. Tafeltje naast jullie zit daar een man ontzettend hard op de hele menukaart onder handen te nemen. In de zin van de genetisch gemanipuleerde tomaten en legbatterij, kippen, kistkalveren. Wat daar allemaal niet voor vreselijks mee is gebeurd. En dat doet hij echt een beetje te hard. Het hele restaurant zit ook zo van, wat gebeurt hier en wat een rare vent. Wat doet u? Gaat u naar hem toe en zegt hij van, nou, als u het niet oké vindt hier, als u het niet naar uw zin heeft, ga dan gewoon lekker ergens anders eten. Waarschuwt u uw vriend, de eigenaar van het restaurant, of iets anders? Ik ga dochter C even uitzetten. Ja, dat is een hele leuke vraag. Maar kijk, ik zou niet mijn vriend waarschuwen, de restaurateur. Die weet dat inmiddels al, want als mensen zo extreem in een restaurant tekeer gaan, dat horen wij in de keuken nog als we aan het koken zijn. Dat er andere dingen zijn dan gebruikelijk. Ik ga niet naar die man toe. Of het moet me zo irritant zijn dat hij echt een paar tafels zal zeggen, meneer, wilt u zich niet een beetje rustig houden, want wij zitten hier ook voor de gezelligheid. Maar dan houdt het op. Oké, goed. Goed, hè? Ja. We gaan naar dochter C. Wat doet je vader? Grijpt hij in? Ja, maar niet direct naar die gast toe, maar wel via zijn vriend. Dat hij gewoon even naar achter loopt en zegt van, nou, die man die zit daar gewoon een scène te schuppen. Een scène te schuppen? Ja, dat wel precies. Een schuppen. Schuppen is Brabant, hè? Een scène te schuppen en... doe mij je open kelder verzorgend en ga hem even in de watten leggen of maar zo. Maar doet het niet zelf? Nee, dat doet hij niet. Nee. Nou, je hebt ze nog even gecheckt. Het nog even weer gecheckt niet, en ik ben in verwarring. Oké, laatste vraag, Jochem. Hij gaat naar B. Dankjewel. Die kan zich voorbereiden. Ik heb een prachtige droomvakantie die ik je namens de NCV aan mag bieden. Maar dan niet echt natuurlijk, maar even nu. Ik heb 3 bestemmingen en de vraag is straks welke kies je. A, op fotosafari in de binnenlanden van Tanzania met een gerenommeerd natuurfotograaf die jou ook nog de foefjes van het vak verleert. Prachtig. Exclusieve toegang tot het paleis van de koning van Thailand, wiens naam ik even vergeten ben. Om daar de kookkunst af te kijken van een van zijn beste koks. Of een schildercursus in Toscaan onder leiding van een professioneel docent. En dochter B krijgt nu een muziekje. Wat kies je, Cas? Ja, er zijn 2 dingen die ik geweldig leuk vind. Dat is die,
die safari-fotovakantie, want daar heb ik wel voorliefde voor fotograferen. En dat schilderen, dat doe ik ook zo graag. Dus dan zou het... Moet kiezen. Ik moet kiezen. De fotosafari. Tanzania? Ja. We gaan naar Tanzania mooie foto's maken. Oké. Okay. Dochter B, wat kies je vader? Dat is een moeilijke vraag, want hij... zowel fotograferen vindt hij heel erg leuk als schilderen. Ja, dat is genoeg. Dankjewel. Ja. Goed, Het wordt een beetje korter, hè? Ja hoor. Zo. Jochem maakt met deze keuze, dat is B. Ja, dat is zo overtuigd. Nelly, ben je net zo overtuigd als Jochem? Ja, nou, ik heb je geholpen. Nou, meer kan ik niet doen. Ik zou het verder niet meer weten. Het zou eigenlijk B moeten zijn. Maar ja, moet ik die dan ook kiezen? Ja, joh, je... Nee, ik kan ook gewoon eigenwijs zitten. Ja, doen. Ik heb heel erg... Ja, het is echt B, denk ik. Ja? Zal ik toch maar eens naar C gaan? Ja. Beetje gokken. Is toch gek mens, hè? Ja, dat is een gek mens. En Angela? Ja, B of C. Je twijfelt ook nog een beetje? Ja, ik word helemaal gek. Ja. Ik denk C, maar B geeft zulke goede antwoorden. Ik zeg niks. Ik doe C. Je gaat ook voor de C. Ja. Dus we hebben een C, we hebben een B en een C. Nou, ik ben heel benieuwd. U thuis waarschijnlijk ook. We gaan het horen uit de mond van Cas Spijker zelf. Cas, wie is nou jouw echte dochter? Mijn echte dochter is Pascal van C. Ja! Dat is... Ja, dus de dames zaten, dus toch goed. Heel knap. Je hebt twee dochters. Ja. Twee C's bij Nelly en twee C's bij debutante. Angela, goed gedaan. En Jochem zat ook heel even warm hoor, Jochem. Heel even in het begin. Ja, je had een C in het begin. Wat een verrassing, toch? Want die B was erg goed. Ja, ja, ik was heel verbaasd over haar antwoorden. Zo aansluitend, heel direct. Dus ik denk, nou... Misschien toch een dochter. Moeilijk. Zeker weten. Je bent echt de Pascal, hè? Je zit ook in een horecabedrijf. Ja, ik ben gastvrouw in een restaurant. En ik heb volgens mij helemaal verkeerde antwoorden. Nou, dat viel niet mee, hoor. Dat viel niet mee. Eruit. Maar we hebben heel veel geoefend samen. En vooral met dochter B. We gaan even luisteren wie de andere dochters zijn. Dochter A, wie ben jij? Mijn naam is Leonie Vermilo en ik werk voor Cas Spijkers. Je werkt voor hem? Ja. Zijn rechterhand? Ja. En dochter B, wie ben jij? Mijn naam is Anouk van der Vrande en ik ben een vriendin en collega van Pascal. Oh, jullie werken samen in een restaurant en je wist heel veel over Cas. Je gaf hele goede antwoorden, bleek. We hebben het nergens anders over. en dochter D, tot wie ben jij? Ik ben Saskia Snap en ik ben de aanstaande schoonzus van de zus van Pascal. Wacht even, de aanstaande, ben ik altijd een beetje slecht. Dus de aanstaande schoonzus van de zus van Pascal. Ja. Ja, ik snap het, want jij hebt nog een, dochter. Ja, ja. En die gaat binnenkort trouwen. Ja, dat binnenkort, het gaat eraan komen. Het gaat eraan komen, heel goed. Cas, reuze fijn dat je hier was. En sterkte met al je culinaire reizen die je nog gaat maken. Dankjewel. Ik vond het erg gezegd. Dames, goede reis terug naar Brabant. En sterkte in jullie horecaactiviteiten. En panel, ja, voor een eerste keer. Fantastisch gedaan, Angela. Nelly, voor jou ben ik niet anders gewend. Geweldig niveau. En Jochem, ga nog een beetje oefenen. Ik wens u thuis nog een vrolijke tweede Paasdag. En ik hoop u volgende week weer aan te treffen op dezelfde zender, dezelfde tijdstip op Nederland 1. Graag tot volgende week. Dag.